welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er vandaag echt een stukje anders uit. Ik ga vandaag een Foxy Eyes make-up tutorial maken. Voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn van wat nou Foxy Eyes is, ik zal even een paar foto's in beeld brengen. Dit is een make-up look die volgens mij een beetje is begonnen bij TikTok. Daar is de hype een beetje ontstaan. En nou maakt iedereen zulke looks. Zoals je kunt zien is het dus een look waarbij alles helemaal is gelift. De ogen staan helemaal zo mooi omhoog. De wenkbrauwen staan omhoog. Zoals je kunt zien heb ik mijn wenkbrauwen ook een tikkie anders gedaan. Ik heb ze echt omhoog gelift. En dat is niet makkelijk. Deze hele make-up look trend is niet echt makkelijk voor mij, want mijn gezicht staat niet omhoog. Alles gaat omlaag. Mijn wenkbrauwen gaan in een arch zo omlaag. Mijn ogen zijn best wel rond en klein, dus die gaan ook niet zo mooi omhoog. Als jij amandelvormige ogen hebt, dan is dit een trend die echt super makkelijk is voor jou, maar dat heb ik helaas niet. Ik had het wel gewild. Ik had graag gewild dat alles iets meer zo omhoog stond. Maar gelukkig voor alle mensen als mij heb je ook make-up. En je kunt ook alles creëren met make-up. Dus ik ga vandaag zo een foxy look maken. Foxy look. Foxy eye make-up look. Waardoor mijn hele gezicht een beetje wordt gelift. Het is ook een hele draagbare look. Want het zijn vooral bruine, naturel kleurtjes en zo. En ik heb nou al iets van 3 video's of zo erover gezien. En ik vind het echt prachtig. Dus ik hoop dat het mij ook gaat lukken. Dus ben je net zo benieuwd als ik? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik zal gewoon gelijk beginnen met wat opvalt. Mijn wenkbrauwen, zoals je kunt zien, je kunt mijn wenkbrauwharen hier zien. Veel mensen scheren hun stukje wenkbrauw hier ervan af en dan kunnen ze zo een look creëren, maar ik ga niet mijn halve wenkbrauw eraf scheren, dus ik heb geprobeerd het een beetje te bedekken met concealer, maar vooral hier valt het nog wel op, maar ja, ik heb mijn best gedaan. Dit heb ik ook echt nog nooit gedaan. Ik moet ook zeggen, toen ik het aan het doen was, ik dacht bij mijn eigen, ik had het gewoon moeten filmen. Oh my god, ik denk dat mensen het graag hadden willen zien hoe ik dit deed. Maar ik heb gewoon basically dit stuk van mijn wenkbrauw een beetje bedekt met concealer en poeder. En met mijn Hema Brow Pomade heb ik toen gewoon zo'n hele rechte gelifte wenkbrauw gecreëerd. Dus ik weet dat je mijn haartje nog een beetje kunt zien, maar het lukte me niet om het goed te bedekken. Dus whatever, ik heb mijn best gedaan. Deze is by the way super fijn en betaalbaar. Ik heb hem in de kleur dark brown, dus donkerbruin. Zoals je ook kunt zien heb ik al wimpers op. Dit zijn wimper extensions, gewoon do it yourself at home. Daar komt binnenkort een video over. Dus voor de aankomende weken heb ik dus al wimpers en hoef ik ze niet te plakken. Maar goed, we gaan gewoon nou beginnen met de look. Ik ga dus een hele mooie bruine smoky gelifte eye look maken. Ik gebruik hiervoor mijn Soft Glam paletje van ABH. Let niet op hoe vies die is, want deze is echt vaak gebruikt. Dit is echt een van mijn favoriete naturel paletjes. I love it. Dus we gaan weer even inzoomen op de ogen. Oké, we gaan beginnen. Ik heb dus al een aantal video's hierover gezien en iedereen doet het echt op een andere manier. Iedereen pakt gewoon een manier die hun fijn vinden, dus dat ga ik ook doen. Ik ga beginnen met primer met mijn MAC Soft Ochre Pink Pot. En dan breng ik ook een beetje losse poeder erop aan om het te zetten. Ik ga beginnen met deze hele lichte kleur. Die heet Orange Soda. En die kleur breng ik heel lichtjes aan in mijn arcadeboog. En in plaats om laag te blenden, zoals ik normaal een beetje doe, blend ik lekker omhoog. Om het echt goed te liften. Dan pak ik hier de donkerbruine matte kleur, die heet Cypress Amber. En met die kleur ga ik een lijn zo hier omhoog brengen. En dat wordt dan het begin van een beetje de winged eyeliner. De kwast die ik gebruik is mijn NYX Cosmetics kwast nummer 11. En ik ga echt goed omhoog. En ik trek het ook best wel ver naar buiten door. Oh my god, ik had een beetje oogschaduw op mijn vinger. Daarom is het dus slim om altijd te beginnen met je ogen. Want als ik nou al gezichtsmake-up op had gehad, was ik niet blij geweest. En dan pak ik die kleur ook weer met deze hele kleine ronde bullet kwast. En dan ga ik een beetje blenden. Ook gewoon nog met die kleur. En dan blend ik een beetje naar binnen toe. En dan wordt het een winged eyeliner-achtige iets. Dan ga ik het ook blenden met de iets lichter bruine matte kleur ernaast. Die heet Rustic. En met die kleur ga ik ook weer een beetje zo over de rand. Dan pak ik weer deze donkerbruine matte kleur, Cypress Amber. En met die kleur ga ik ook een beetje zo in mijn arcadeboog. En die kleur blend ik dan goed in met een kleine fluffy kwast. En dan ook weer zo echt omhoog blenden. En dan pak ik weer die kleur ernaast, Rustic, die iets lichtere bruine kleur. En daarmee ga ik het ook lichtjes blenden. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier, die heet Noir. En hiermee ga ik echt de buitenste hoeken lekker donker maken en echt helemaal zo smoky.
Dan pak ik weer die hele lichte kleur orange soda, die ik ook in het begin in mijn crease had gedaan. En dan ga ik nog zo over de randen heen. Mensen, dit oog is echt veel beter gelukt dan dit linkeroog. Dit oog ging niet helemaal goed, maar maakt niet uit. Ik denk wel dat ik het gewoon zo goed heb gedaan, soort van. Dan pak ik ook nog de glanzende kleur hier, glistening. Je kunt de look ook gewoon mat houden, maar dat doe ik natuurlijk nooit. En die glitterkleur breng ik dan nog een beetje zo hier aan op mijn ooglid, waar geen oogschaduw zit. Gewoon een heel klein beetje, niet te veel. Dan pak ik ook nog een liquid eyeliner, de Brush Ink van Catrice. En dan maak ik een hele dunne zwarte lijn op mijn wimperrand. En die lijn trek ik ook door helemaal naar mijn binnenste ooghoek om echt die goede cat eye lift look te creëren. Dan pak ik een make-up doekje en dan ga ik het hier helemaal mooi strak omhoog maken. Mensen, ik denk dat het op zich best wel goed is gelukt. Ik heb nou best wel dit effect zo, dit gelifte cat eye effect. Het is ook best wel handig dat ik nou geen wimpers hoef op te doen. Scheelt weer superveel tijd. Oké, ik ga nou beginnen aan mijn gezicht. Dus we gaan weer een beetje uitzoomen. Mijn gezicht wordt ook weer gewoon full beat. Lekker veel plamuur. Gewoon een hele mooie full glam look wordt dit. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Carlair Low Primer. En dan breng ik ook nog mijn Smashbox Photo Finish Primer aan hier zo bij mijn poriën. Voor foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 6. Deze foundation is echt zo het geld waard. Hij is zo goed. Die andere van hun ook, hun kleine Hello Happy. Alleen die heeft een lichte dekking. Maar die is ook echt goed. Echt, ik ben in love met de Benefit Happy foundation. Zo prachtig en zit zo mooi op de huid. Voor concealer en cream contour gebruik ik twee producten van Huda Beauty. Ik heb hier de Huda Beauty Concealer. Deze heb ik in de kleur Nougat. En de Huda Beauty Tentour in de kleur medium. Dus hiermee ga ik concealen en cream contouren. Deze cream contour is ook echt fantastisch. Hij is wel vrij aan de donkere kant, moet ik zeggen. Met Huda Beauty producten moet ik altijd zo snel blenden, want het droogt echt best wel snel op. Dus het is altijd echt zo een race against the clock. En ook de concealer blend ik extra goed, echt zo omhoog uit. Want dan hebben we ook zo goed dat gelifte effect. Deze Huda Beauty Concealer is zo prachtig. Hij maakt mijn huid altijd zo mooi egaal. I love it. Dan breng ik nog een beetje concealer hier aan bij de randen om de contour goed uit te blenden. En dan ook nog wat Huda Beauty poeder, die is ook heel erg fijn in de kleur Pound Cake. Dan ga ik nog iets meer contour aanbrengen, maar nou met poeder. En ik gebruik hiervoor mijn Revolution paletje. En ik gebruik de bruine kleur hier. Ik ga vooral nog extra contouren bij mijn neus om het goed smal te maken. En dan nog een heel klein beetje ook bij mijn wangen. Bij mijn wangen hoeft niet meer veel, want daar zit al best wel wat contour. En dan ga ik nog meer poeder aanbrengen. Ja, mensen, echt een full glam look is echt een proces. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Hello Happy poeder in de kleur 2. En dit breng ik alleen maar hier zo aan om het een beetje extra te verlichten daar. En dan die poeder ook heel lichtjes wegvegen, maar echt alleen maar zo bij de randen heel lichtjes. Ik ga er niet helemaal met mijn kwast overheen, omdat je dan alles weghaalt. Ik ga alleen maar een beetje over de randen, om het wat minder heftig te maken en iets meer mooi ingeblend in mijn huid. Nou, na heel deze plamuurlaag gaan we ook Max & More Fixing Spray, Hydrating Fixing Spray aanbrengen. Dit is echt een dupe van MAC Fix+. Deze is super fijn en die zorgt er echt voor dat je make-up mooi in elkaar smelt en er niet zo plamuur dikkigachtig uitziet. En super goedkoop, dus mensen, slaan echt in. Oké, gezicht is vanaf even klaar. Ik ga mijn ogen afmaken. Ik ga een zwart oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Ik gebruik een zwart oogpotlood van Pixie. Een zwart oogpotlood aanbrengen in je waterlijn maakt je ogen zo mooi klein en zo heel mysterieus. En dat is de look waar we vandaag voor gaan. Dan pak ik weer de zwarte matte kleur Noir uit mijn paletje en die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En die zwarte kleur blend ik dan uit met de twee bruine kleuren hiernaast.
Dan natuurlijk ook wat mascara op de onderste wimpers. Ik ga ze eerst primen met mijn mascara primer. En dan breng ik mijn Michelin Lolita mascara aan. Terwijl de mascara primer droogt, ga ik heel even snel mijn gezicht bronzen. Ik gebruik hiervoor mijn Morphe bronzer in de kleur Megastar. Ik ga lekker veel bronzen, want ik vind het altijd prachtig om mooi gebronsd te zijn. Als blush gebruik ik mijn Baked Blush van UMG Cosmetics in de kleur Golden Berry. En letterlijk alles wat ik aanbreng, breng ik zo omhoog aan. Want heel mijn gezicht moet zijn gelift, alsof ik een facelift heb gehad. En als highlighter gebruik ik mijn Milani Baked Highlighter in de kleur 120. En nee, ik ben de mascara niet vergeten, die ga ik nou aanbrengen. Het is niet nou, ik zeg altijd nou, maar het is gewoon nu. Nou is helemaal geen goed woord. Het is nu. Nu ga ik mascara aanbrengen, niet nou. Mensen, echt, ik ga het gewoon blijven herhalen, maar deze mascara primer is echt goals. Maakt zoveel verschil. Zoals je misschien kunt zien, heb ik voor de eerste keer in mijn leven geen highlighter aangebracht in mijn binnenste ooghoeken. En dat heb ik niet gedaan, omdat ik daar de eyeliner naar binnen heb getrokken. En als ik dan daar nog een glow aanbreng, dan is die helemaal bedekt. En dan heb ik heel die moeite gedaan voor niks. Dus ik laat het gewoon voor nu zo. Dan als laatste lippen. Ik ga natuurlijk gewoon voor een mooie bruine nude lip. Want dat staat het beste met de look. Ik ga beginnen met mijn Sweet Tea Lip Pencil. En dan kleur ik het in met deze matte liquid lipstick van L'Oreal. Dit is de ultra matte chocolade dingen lipstick in de kleur 860. Oh, deze ruikt echt volledig naar chocola. Oh my god. En ik ben op dieet, dus ik mag geen chocola. En dan als laatste wat setting spray. Ik gebruik mijn kratvat. Ik gebruik mijn Kruidvat Make Me Last Matte Setting Spray. Mensen, ik ga ook nog een glossje aanbrengen. Ik kan het gewoon nooit gewoon mat laten. Ik gebruik mijn Kiko 3D Hydra Gloss in de kleur 2. En nu is de look echt klaar. Nou mensen, wat vinden we van de Foxy Eye Make-up Look? Ik heb echt het gevoel dat het echt goed is gelukt. Ik vond het niet heel makkelijk om te doen, omdat dit niet een make-up manier is die ik heel vaak doe. Maar ik vraag me af waarom niet, want het is echt prachtig. Ik vind dit echt heel mooi. Heel mooi zo gelift. Ook de wenkbrauwen vind ik zo mooi, al ga ik dit alvast niet iedere keer doen. Ik doe gewoon staan mijn normale wenkbrauwen, maar deze ooglook zo omhoog. Het is echt gewoon een facelift met make-up. I love it. Let me know wat je ervan vindt. Het is obvious wel weer echt een full glam look. Maar daar hou ik persoonlijk van. En ik denk dat als je bent geabonneerd op mijn kanaal, jij daar ook van houdt. Anders was je niet geabonneerd op mijn kanaal. Aangezien ik echt van de heftige full glam looks ben. Ik had ook expres een hele strak knot ingedaan. Want als je je haren heel strak naar achteren doet of omhoog. Dan heb je ook al automatisch een soort van facelift. Dus ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Om echt een goede gefacelifte make-up look te maken. Dus ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Ik ben echt heel blij met hoe de look is geworden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!